Yes, het gaat gebeuren. Super. We mogen weer. Een momentje. Je bent wel heel gretig, Piet. Ik weet dat je enthousiast bent, maar laat me even een korte introductie doen. Ik pak hem op, ja. Zo. Yes, we zijn er weer. Tweede webinar in een reeks van Pieter. Op de een of andere manier verspringt hij de hele tijd hier naartoe. Maar jij mag zo de introductie doen, Piet. Zo. Als je nou weer verspringt, laten we hem staan. Ja, tweede webinar. We hebben 3 weken geleden is het alweer, hebben een eerste webinar gegeven over LinkedIn posting. Koning LinkedIn noemen we hem ook wel bij ons op kantoor. Pieter Res heeft een heel duidelijk gezicht gegeven op hoe hij er altijd voor zorgt dat hij 10.000 views genereert. Nou, dat webinar is zo goed bevallen dat we zeiden we gaan dat vaker doen. En wel over webinars dit keer. Dus het is een webinar over promotie van webinars. En we hebben dat samen gedaan, samen opgezet. En de komende 30 minuten zullen we vooral laten zien hoe je met inbound en outbound tactieken dus je webinars kan vullen, kan promoten. Kleine introductie over ons. Mijn naam is Jordi Bron. Ik ben oprichter van Red Panda Works. En wij zijn een, zoals we het noemen, B2B Growth Hacking Agency. We zorgen dus voor dat MKB, meestal servicebedrijven of SaaS-bedrijven, snel gaan groeien. En dat doen we eigenlijk over de hele breedte, lead-generatie, maar soms pricing-strategieën. Eigenlijk gaan we op zoek naar bottlenecks. Maar als het om promotie gaat, zetten we toch ook, zeker nu in dit tijdperk natuurlijk, webinars in. Vaak succesvol. En hoe we dat dus doen, dat gaat Pieter straks uitleggen. We hebben natuurlijk de mogelijkheid weer om te chatten, vragen te stellen. Ik zal deels beantwoorden, maar ook deels verzamelen om aan het eind, laten we zeggen zo rond 12:30, de vragen aan Pieter te kunnen stellen. En met een klein beetje interactie kunnen we jullie vragen dan beantwoorden als het goed is. Dus stel de vragen gerust in de chat en dan kunnen we volgens mij van starten, Piet. Dan is het woord aan jou. Super. Jordi, bedankt voor je introductie. Dan pak ik hem ook gelijk over. Dan ga ik hem zo overpakken en de presentatie delen. Zoals Jordi ook al aangaf, we zijn een B2B Growth Hacking Agency en zorgen ervoor dat we bedrijven, vooral uit het MKB en ook de SaaS-industrie, helpen groeien. Maar dat doen we ook voor onszelf. We hebben ook zo onze eigen inbound-processen en webinars zijn daar een heel erg belangrijk onderdeel van. Ik heb 3 weken geleden mijn eerste webinar gegeven. En ik heb toen ook de kracht van het geven van een webinar ervaren door middel van de feedback die ik heb ontvangen, maar ook uiteindelijk wat het publiek daarvan heeft gehad. Dus dat is ook mijn doel voor vandaag. Ik hoop dat jullie straks een complete handleiding hebben om hopelijk in jullie vakantie of als jullie doorwerken tussen kerst en oud en nieuw, dat ook nog eens te bekijken. En hou ook vooral pen en papier bij de hand, want jullie zullen interessante insights over onze funnels en aanpak zullen jullie ontvangen en kunnen meenemen. Ik werk eigenlijk nu sinds 2 jaar bij Red Panda Works. Ben begonnen als stagiair. En ik ben eigenlijk in die jaren ook meegenomen in onze strategie van het vullen van webinars, maar ook van live events. We hebben in het verleden ook gewoon veel live events georganiseerd. Ja, en die strategie en die plan van aanpak die we daarbij toepassen, ja, die zijn toch wel kenmerkend door onze push-strategieën en toch wel ook door onze slimme tools die we toepassen en daarvoor gebruiken. En dat hebben we ook weer gedaan voor dit webinar. En dat is ook terug te zien in het aantal aanmeldingen. En daar ben ik ook gelijk benieuwd naar. En ik denk dat dat ook het eerste is wat jullie naar aanleiding van deze poll op papier kunnen zetten. Wat voor ons het belangrijkste medium is geweest dat jij uiteindelijk bent gekomen bij dit webinar. Want ik zie dat de poll live staat. Ja, het was opvallend. 44% heeft aangegeven door middel van een LinkedIn-post dat ze terecht zijn gekomen bij dit webinar. Ja, ik kan u niet vragen hè, van via welke LinkedIn-post. Maar het geeft dus ook voor jullie aan, en dat behandel ik ook tijdens dit webinar, van ja, hoe schrijf je nu een krachtige LinkedIn-post voor jouw aankomend webinar? En hoe kan je er ook voor zorgen dat de verandering in je tone of voice, dus de manier waarop je het schrijft en waarop je het brengt, dat ook bepalend is uiteindelijk voor het aantal aanmeldingen.
Want wat gewoon super belangrijk is, is dat je daar echt wel een verhaal van maakt. Dat je echt ingaat op storytelling. Dat je je ervaringen deelt. En dat je ook meegeeft aan je netwerk wat je er aan zult hebben. Wat is dus ook heel erg belangrijk voor jouw aankomend webinar, is dat je ook inspeelt op de relevantie en de externe ontwikkelingen die er momenteel zijn. Want dat, hoe wij dat doen, en ook hebben gedaan met mijn vorige webinar, beslissers zijn minder goed bereikbaar. Daarvoor zul je awareness moeten creëren. LinkedIn-posting is precies hetgeen waar je dan nu op zou moeten inzetten en je focus ook op zou moeten vestigen. Hetzelfde geldt voor het geven en organiseren van webinars, want wij zien ook dat dit mede bij onze klanten, maar ook bij onszelf, gewoon erg goed gaat en ook succesvol blijft. Dat zien jullie er ook terugkomen. Waarom organiseren we dit webinar? Ja, dat is toch wel omdat we gewoon heel vaak ingezet worden voor de promotie van live webinars en live events. En ook met name dat we ook toch wel zien van ja, we moeten wel opvallen, zeker in deze tijd. Er is een overkill aan webinars. Maar hoe zorgen jullie ervoor dat de tone of voice en de titel ook met name pakkend is voor jouw webinar? Moet ik heel eerlijk richting jullie aangeven. Jordi is daar king in. We kijken altijd vanuit een basis en een strategie en ook een overleg met elkaar van ja, welke titel gaan we nu gebruiken voor ons webinar? En we laten toch wel vaak cijfers terugkomen, kwantitatieve cijfers in vorm van de titel en hoe we dat dan ook aanpakken. Jullie zien ook even hier de historisch voorbij komen van ja, van onze webinars die we dan in het verleden hebben georganiseerd. Kenmerkend, we hebben gewoon veel aanmeldingen gerealiseerd en we stellen ook altijd wel doelen. Ik heb nu nog niet de cijfers en analyse gedaan voor dit webinar, want we zien toch ook wel vaak dat mensen toch nog wel vaak aansluiten of last minute zich aanmelden. Maar we zagen wel van tevoren dat er al 95 aanmeldingen waren, dus uiteindelijk denk ik wel dat er nu meer dan 100 aanmeldingen zijn binnengekomen. Maar we hebben er wel gewoon weer voor gezorgd, ondanks de overkill aan webinars, dat we er gewoon wel weer zijn en ook die aantal aanmeldingen hebben overtroffen. Jullie zien dat ook even hier voorbij komen. En ik zeg hier niet mee dat het aantal aanmeldingen voor je webinars belangrijk is. Maar ik ben wel benieuwd naar jullie ervaringen met het organiseren van webinars. En ben ook even benieuwd van ja, hoeveel aanmeldingen hebben jullie webinars gemiddeld? Nou ja, 43% gaf aan van ik heb 0 tot 20 deelnemers. In dit webinar behandelen we dus echt de plan van aanpak en de strategie. Hoe wij dat altijd aanpassen. En ik behandel ook een interessante funnel. Hoe wij dus ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk aanmeldingen realiseren. En dat is ook door middel van verschillende touchpoints en haakjes zoeken. Om het gesprek aan te gaan met zowel huidige klanten en leads. Maar ook een nieuwe markt met nieuwe klanten en mogelijke leads. Want we zien toch wel altijd dat webinars, en zeker als het webinar pakkend is, dat die gewoon meerdere partijen ook belang bij hebben. Kijk, en dat zien jullie ook even voorbij komen door middel van, wat is nu het doel, door middel van dit webinar, is dat we er echt wel voor willen zorgen dat jullie webinar gewoon opvalt in de massa. Ik denk zeker dat aankomend jaar er nog heel veel live webinars georganiseerd zullen worden. En dus ook voor jullie gewoon van essentieel belang zullen zijn. En ik laat ook met name zien van ja, die tone of voice, hoe doen wij dat en hoe pakken wij dat aan? Mijn eerste webinar, dat was echt een experiment. Jordi en ik zeiden tegen elkaar medio begin november van joh, we moeten de volgende stap gaan nemen en dat is dat jij een webinar gaat organiseren. Dat heb ik dus toen ook opgepakt. En zijn we ook samen gaan zitten en zeiden ook tegen elkaar van ja, maar hoe gaan we dat nu aanpakken om ook aanmeldingen te realiseren? We zijn ook mijn metrics, mijn data erbij gaan pakken. Want het feit is dat ik actief ben via LinkedIn. Ik post veel, consistent, minimaal 5 keer per week. En toen hebben we ook tegen elkaar gezegd, aan de hand van het aantal views, laten we gewoon een experiment opzetten. Laten we gewoon dat ook noteren in Notion. Dat is een workspace waarin je eigenlijk alles kunt bijhouden. En wat we dus ook doen voor onze experimenten, die we dus ook op papier zetten. En dus ook
de rest inzichtelijk kan maken, waardoor we dus ook het team erbij bij betrekken. En toen hebben we ook gezien, van, naar aanleiding van het experiment, dat we gewoon 173 aanmeldingen hebben gerealiseerd. Ja, en dat hadden we vooraf echt niet verwacht. Jordi en ik hadden tegen elkaar gezegd, oké, laten we voor het eerste webinar van jou een doel stellen. En dat we ervoor zorgen dat we 50 aanmeldingen realiseren. Ja, en dat hebben we dus volledig overtroffen. Hier zien jullie ook even een voorbeeld voorbij komen hoe ik dan dit webinar door middel van LinkedIn posting, wat dus ook blijkbaar voor jullie het grootste aandeel is geweest dat jullie hier ook zijn, zien jullie hier ook voorbij komen. Ik heb het vooral over de ik-vorm. Dat is ook mijn opening. Ik weet uit ervaring dat voor vele webinars onderdeel zijn van de inbound strategie. Maar ik vertel ook middels deze post van ja, wat kan dit webinar voor jou betekenen? Ik heb geen voorbeelden van post gebruikt waarin ik vaak zie op LinkedIn van joh, vrijdag organiseren we een webinar, die kun je opgeven. Ja, dat is dus niet het juiste plan van aanpak. Je moet gewoon meer vertellen, je moet er een verhaal van maken. En je moet vooral de je in de ik-vorm gaan gebruiken. Dus dat je ook vertelt van ja, wat is jouw ervaring, wat is mijn ervaring? En wat betekent dit ook voor degene die er straks eventueel bij kan zijn? Hoe ik dit ook heb aangekaart door middel van mijn allereerste post, waarin ik dit webinar ook aankaart, dat zien we hier ook voorbij komen. En ik kreeg hierna ook 6 privéberichten van, joh, maar waar kan ik dat webinar eigenlijk vinden, terwijl het webinar eigenlijk nog helemaal niet live was. Jullie zien namelijk in de laatste alinea van, joh, maar hoe zorg je eigenlijk voor een succesvol webinar? En met name een vol webinar, is het niet juist een idee om hier een webinar over te geven? Ik blik dus even terug naar een stukje geschiedenis van Red Panda Works. Ik kijk dus met name van, wat is nu onze data die we hebben staan en wat zou eventueel pakkend kunnen zijn voor mijn netwerk? Maak er een verhaal van en probeer op die manier ook LinkedIn posting onderdeel te maken van mijn funnel en al helemaal voor het vullen van mijn webinars. Om dat ook op die manier in te richten en dan ook te zeggen, we maken ook een LinkedIn event aan. En dat is toch ook wel vaak wat wij vergeten zien worden, dat ja, LinkedIn heeft gewoon een optie die gewoon veel aanmeldingen kan realiseren. Dat is namelijk de LinkedIn event optie. En die zien jullie hier ook even voorbij komen. Jullie zien hier dat er uiteindelijk 196 deelnemers bij aanwezig waren. Dat ze dat hadden aangegeven. En natuurlijk gaat het er uiteindelijk wel om dat je een aanmelding hebt via jouw link. Want zonder een link kun je niet deelnemen aan dit webinar en ook niet aan het vorige webinar. Maar ik merkte wel, en wij merkten ook, dat er wel een soort van spread the word effect ontstond. En dat ik ook naar aanleiding van het opvolgen van degene die waren bij het webinar, hadden aangegeven van, joh, ik kreeg het doorgestuurd middels LinkedIn. En die gaven ook richting mij van, ja, is dit misschien interessant voor je? Dus ook wat ik aan jullie wil meegeven, zorg ervoor dat je die LinkedIn event optie niet vergeet. En dus ook gewoon aankaart en daar vooral ook over spreekt in je post. En op die manier ook awareness creëert. Hier zien jullie ook even voorbij komen van ja, de tone of voice, hoe kun je dat nou pakkend maken? We gebruiken altijd cijfers, data liegt niet. Als je cijfers hebt die pakkend kunnen zijn, gebruik ze en laat ze ook zien. En dat doen wij met name dus ook in de verwerking van de titel. Voor jullie ook belangrijk om te zien, want dit is eigenlijk de funnel die we gewoon heel vaak eigenlijk altijd wel hebben ingezet voor live events, maar ook voor onze webinars. Wat ik ook aan jullie wil meegeven is van experimenteer. Houd dit bijvoorbeeld bij in een Notion. En kijk ook welke experimenten kunnen we nu inzetten. En welke kanalen zijn voor ons belangrijk. Zoals ik al aangaf, ik heb een groot bereik op LinkedIn. Dus LinkedIn is ook een belangrijk medium voor mij. En daarvoor maak ik ook gebruik van Apostel. Apostel is een social planner. Hier plan ik mijn post in die voor de aankomende weken worden ingepland. Want een aankomend webinar, dat kun je natuurlijk al vooraf zien. Aankomen. En die content kun je natuurlijk ook vooraf inplannen als je bijvoorbeeld in het weekend tijd over hebt. En zo vul ik dat ook in. Als ik gewoon wat meer tijd over heb, dan plan ik dat ook gewoon verder in. En pak ik ook vormen van content erbij die ik daarvoor kan gebruiken. Neem graag even deze funnel met jullie door, zodat het ook direct duidelijk voor jullie is. Want we hebben lead scrapers waarmee we info@adressen achterhalen. Daarmee kunnen we massa-e-mailing inzetten. En we hebben een pipedrive waarmee we eigenlijk ons CRM beheren en inzetten. En daaruit kunnen we ook huidige klanten en leads halen. We hebben dus eigenlijk 2 vormen nu die we al inzetten voor geautomatiseerde mailing. Daarnaast hebben we autoconnectieverzoeken via LinkedIn. Waarmee we uiteindelijk als we geen reactie krijgen ook een follow-up message versturen.
En omtrent die bot die ook loopt, plaatsen we ook content. Want wat ik ook aan jullie wil meegeven, is dat je niet moet vergeten, eenmaal een connectie, zitten ze ook in jouw funnel. En dan lezen ze ook jouw content die je plaatst. Zorg er dus ook voor dat je veel bezig bent met het creëren van awareness. Want dat blijkt gewoon succesvol. Het webinar heeft plaatsgevonden. Je belt die leads na. En uiteindelijk stuur je ook een mail achteraf. Jullie zien ook dat ik dit webinar nu geef in Webinar Geek. En dat is ook gelijk een verschil met Webinar Geek en Zoom. En daar blik ik straks ook nog even kort op terug door middel van een dia. Ik kom daar straks nog even uitgebreid op terug. Maar je kunt heel makkelijk in Webinar Geek, kun je eerdere mensen die ook bij jouw webinar zijn geweest, nogmaals eens een keer aanmelden. Dus Webinar Geek biedt ook een optie, een mailplug in, dat je eerdere aanmeldingen ook weer opnieuw kunt mailen. En dat hebben we ook gebruikt voor dit webinar wat nu plaats heeft gevonden. Die 173 aanmeldingen van vorig webinar, die hebben we gewoon weer opnieuw benaderd. En dat kon gewoon heel erg gemakkelijk. En vooral ook gepersonaliseerd. Je kunt daar in Webinar Geek kun je een template aanmaken. En op die manier kun je ook gewoon daar rendement uit halen. Laat ik graag even zien, hoe ziet dan zo'n LinkedIn push strategie eruit? Want hier zetten we dus in op LinkedIn automation. Maar ja, hoe ziet het eruit in een schematische weergave? We sturen dus een connectieverzoek. Uiteindelijk als we connect zijn met diegene, nou, dan zou je dus een bedankje kunnen sturen van, joh, goed dat we connect met elkaar zijn. En uiteindelijk, als je connect bent met elkaar, dan wil je ook, als je hebt bedankt voor de connectie, wil je ook uiteindelijk voor hetgeen waar je een connectie voor hebt gestuurd, wil je ook een follow-up versturen. Dus dat doen we dan ook. Dat is dan uiteindelijk waar het om gaat, namelijk het webinar dat aanstaande is. En als we dan nog geen reactie hebben, dan sturen we ook nog eens een follow-up message. Om ook nog te zeggen van, joh, heb je toevallig mijn vorige bericht voorbij zien komen? En we merken toch ook wel, toch ook zeker met die push-strategieën bij mailingcampagnes, dat follow-ups echt gewoon key zijn om nog eens gewoon een keer te vragen van, joh, heb je het eventueel voorbij zien komen? Omdat je gewoon vaak vergeten wordt en dat het dan eigenlijk onderaan de stapel belandt. Want iedereen is druk, zeker nu. Dus je kunt gewoon gerust nog eens een keer een bericht versturen. Hier zien jullie ook even voorbij komen Lemlist. Van hoe ziet Lemlist eruit? Dit hebben we dan ook gebruikt voor een workshop van Jordi. Dat was geloof ik op 10 september. En daar zien jullie even voorbij komen hoe dat er dan uitziet. Aan de hand van een CSV-file die we ook weer exporteren, kunnen we dit op deze manier ook inrichten. Dus tussen haakjes hier dan ook staan company name. En we hebben dus ook weer een follow-up message om op die manier dus ook weer opnieuw aan te spreken. Wat ik ook echt merk vanuit mijn positie bij Webpanda Works, want ik ben natuurlijk ik ben verantwoordelijk voor sales samen met René. En wij zijn eigenlijk continu aan het nadenken van, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat eigenlijk inbound processen ervoor kunnen zorgen dat we onze huidige klanten, maar ook leads, warm kunnen maken aan en ook vooral verbinden met Webpanda Works. En dat is ook wat ik aan jullie wil meegeven. Dat is ook echt de kracht van webinars. Wat ik ook merk, is dat je huidige klanten en leads niet moet vergeten en daar ook eigenlijk gewoon moet meenemen als lead nurturing in je strategie. Want ik merk gewoon dat heel goed aanslaat. In de funnel zie je ook bepaalde inbound en outbound processen voorbij komen. En het is natuurlijk ook tijdtechnisch gezien, je maakt uiteindelijk een planning en je wilt ook uiteindelijk qua tijdtechnisch gezien bepalen van, ja, waar gaan we nu onze tijd aan besteden? Waar gaan we op inzetten? En daar blik ik ook graag, of daar zoom ik ook even graag op in, want we zien hier ook voorbij komen. Je hebt inbound processen en je hebt uiteindelijk outbound processen. En als we kijken wat voor ons echt belangrijk zijn, dat zijn toch wel echte push-strategieën. En dan bekijken we dus ook vooral welke outbound processen, hoe gaan we die tone of voice, hoe gaan we die aanpak inrichten? En in die aanloop na het webinar gaat daar toch ook wel onze meeste tijd naar uit. Omdat we toch ook altijd wel zeggen van, ja, die push-strategieën, die zijn toch wel echt belangrijk. We moeten gewoon echt awareness creëren en ook met name ervoor zorgen dat we dat webinar ook eigenlijk gewoon bij degene die we willen aantrekken neerleggen. En op die manier vullen we dat ook in. Jordi heeft ook ervaring met bijvoorbeeld videocontent opnemen voor aankomende LinkedIn-events. En dat blijkt ook gewoon waardevol, want een video zegt gewoon meer dan woorden. En zeker in deze tijd. Het is toch wel de beste manier van je branding. Ik heb er zelf nog geen ervaring mee. Maar het is wel iets wat op de planning staat om ook meer te gaan doen. En vergeet dus ook niet de optie van LinkedIn om je event uiteindelijk aan te maken.
wat een nice to have is, en ook wel een platform is waar gewoon vaak mensen kijken van ja, hè, wat speelt er deze week, of wat staat er op de planning waar ik eventueel bij kan zijn in vorm van een live event, is toch wel Eventbrite. We zien gewoon vaak op Eventbrite dat er toch wel vaak nog aanmeldingen binnenkomen die we niet direct kunnen achterhalen uit onze promotie, maar dus ook echt middels Eventbrite zijn gerealiseerd. Doen we dus ook. Dus ook voor jullie, kijk daar eens een keer naar. Is zeker een manier om dus ook extra aanmeldingen uiteindelijk te realiseren. Voor degene die ook IT-gerelateerde mensen willen aantrekken voor hun event of webinar, ja, kijk eens naar Phantom Buster. Dat is een tool die we ook toch wel vaak gebruiken voor onze klanten. Hiermee kun je namelijk Facebook-groepen scrapen en uiteindelijk ook toevoegen in vorm van een, bericht dat je dan ook toestuurt. Is eigenlijk vergelijkbaar met LinkedIn. En dan zien we toch ook wel weer dat dat een vorm is van een push-strategie die toch ook wel succesvol blijft. Want als we het bijvoorbeeld hebben over software developers, ja, er zijn gewoon een tal Facebook-groepen waar gewoon die developers zich ook bevinden. Dus stel dat je die ook wilt aanspreken voor jouw webinar, is Phantom Buster ook zeker een tool waar je eens een keer naar zou kunnen kijken. In het begin richt ik me al even kort op het feit van ja, wat is nou eigenlijk het verschil tussen Webinar Geek en Zoom? En toch zien we toch ook wel dat Webinar Geek gewoon meer opties aanbiedt dan Zoom. En dat is natuurlijk ook wel kenmerkend aan Webinar Geek. Webinar Geek is echt een webinar software en Zoom niet. Zoom is natuurlijk voor video meetings. En dat merk je ook wel, en eigenlijk de abonnementsvormen ook aan de inhoud wat deze tools met elkaar gemeen hebben en van elkaar verschillen. Want in Webinar Geek kun je door middel van gepersonaliseerde mails en eigenlijk mailing templates kun je ook eerdere aanmeldingen en kandidaten kun je opnieuw mailen. En daardoor heb je gewoon meer opties dan een Zoom aanbiedt. En daarom gaat onze voorkeur ook toch wel uit naar Webinar Geek. Om op die manier het ook in te richten. En ook qua polls en interacties. Het is gewoon even allemaal net wat makkelijker en gebruiksvriendelijker. De conclusie. Naar aanleiding van het webinar wat ik ook graag aan jullie nogmaals meegeef. Ja, zorg er echt voor dat je op LinkedIn jezelf laat zien. Los van het, misschien een webinar dat er dan aankomt. Maar post gewoon en creëer awareness. Het feit is, en dat heeft Jordi ook al meerdere malen richting mij aangekaart, ja, beslissers zijn minder goed bereikbaar. En daarom zul je ervoor moeten zorgen dat je awareness creëert door middel van social posting. Dat zien we ook bij onze klanten en bij onze cases. We moeten er gewoon echt ervoor zorgen dat we veel awareness creëren. Awareness moeten creëren. We zien ook terug in de funnel. Het zijn voornamelijk push-strategieën. Push-strategieën is natuurlijk wel LinkedIn-posting, maar het zijn echt push-strategieën. En het zijn toch ook wel de manieren om je huidige klanten nog eens een keer aan te spreken en gewoon tips mee te geven. Maar ook je leads. Dus experimenteer daar ook gewoon eens een keer mee om een combinatie van bijvoorbeeld huidige klanten en leads daarin mee te nemen. Maar ook in je aanpak. Zoals aangegeven, Notion is een tool waarin we dus ook bijhouden hoe zit dat dan nu qua experimenten en wat gaan we uitvoeren. Die data die houden we ook tegen elkaar aan. En zo vinden we ook continu eigenlijk weer een betere funnel. Dan we die eerst hadden. En nogmaals aangegeven, leg ook echt de nadruk op storytelling. Ik heb dit webinar nu ook gegeven. Het is op een manier gegaan zoals hoe ik dat heb ervaren. En dat zou ik ook gewoon in mijn openheid meegeven op LinkedIn. En op die manier ben ik eigenlijk ook weer bezig met een stukje interactie en engagement te creëren. En ook het verhaal van Red Panda Works en mijn ervaringen weer te delen. Tot dusver mijn verhaal. Ik hoop dat dit ook een complete handleiding is voor je eigen webinar om dit mee te nemen. En ik ben ook wel benieuwd of er vragen zijn. Want dan kan Jordi hem als het goed is ook weer overpakken en dan beantwoord ik die vragen ook graag. Yes, yes, yes Piet. Goed zo. En keurig binnen de tijd dit keer. Dat is ook een verbetering ten opzichte van de vorige keer. Er zijn wel wat vragen binnengekomen. Het loopt ook niet zo storm als vorige keer eigenlijk. Dat is ook wel meteen... volgens mij een lering, en dat is meteen even mijn eerste opmerking / vraag aan jou dan Piet, is onderwerp. En hoe belangrijk is nou de bepaling en ook de titel van het onderwerp? En eigenlijk waar ik een beetje op doel natuurlijk, is omdat het vorige, moeten we ook gewoon eerlijk in zijn, vorige webinar was
vanuit jou vooral gepromoot. En ging ook veel meer over LinkedIn posting. En degene die aanwezig waren, die waren daar dan ook mee bezig. Omdat ze jou dus ook volgen. Dus hoe belangrijk is het onderwerp voor succes? Ja, hoe belangrijk is het onderwerp voor succes? Zoals ik al aangeef, je moet wel rekening houden met de externe ontwikkelingen. Dus hoe ziet het er nu uit? Waar hebben we mee te maken? Zoals bijvoorbeeld LinkedIn posting. Ik heb wel gemerkt dat dat gewoon voor velen een uitdaging is. Iedereen kent LinkedIn ook. Iedereen zit volgens mij op LinkedIn, zeker B2B georiënteerd. En je ziet toch ook wel in het aanbod, en daar heb ik ook naar gekeken van partijen die bijvoorbeeld ook LinkedIn trainingen aanbieden. Ja, je trekt daar toch wel een breder publiek mee, heb ik het idee. En daardoor ook dus eigenlijk meer aanmeldingen. En dat we dan ook nu bijvoorbeeld terugzien in dit webinar. Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk een aantal webinars die altijd voor 100 plus aanmeldingen hebben gezorgd. Die titel die is natuurlijk wederom pakkend en speelt in ook op de actualiteit. Dus ik ben er ook van overtuigd dat dat ook gewoon hetgeen is wat je moet verwerken in de titel van je webinar. En daar ben jij natuurlijk ook zoals aangegeven heel sterk in. Om ook gewoon een pakkende titel te bedenken. Want dat is het eerste wat ook een potentiële inschrijving meekrijgt. Yes, oké. Vraag van Daan was: welke tool gebruik je naast Pipedrive voor LinkedIn automation? Ja, daar zal ik op ingaan. Ik gebruik momenteel geen LinkedIn automation. Ik ben al maanden eigenlijk in een soort van ban. Ik kan niet direct een connectieverzoek versturen. Daarvoor moet ik een mailadres hebben om dat uiteindelijk te versturen. Maar wel interessant om even daarbij stil te staan, want daar zijn we ook wel transparant in. Je hebt het bond gemaakt op LinkedIn, je zit tijdelijk in de LinkedIn jail. Maar wij hebben natuurlijk dat hard geanalyseerd van wat is daar gebeurd. En vertel even wat je gedaan hebt en vooral met welke tool dat is gebeurd en waarom wij denken dat waar het fout gegaan is. Ja, goeie. Ik zal even kort op inhaken. Ik maakte gebruik van DuckSoup. Ik zag dat LinkedIn Automation zo succesvol was. En ik hoorde vaak van Jordi van, joh, rustig aan. Stuur maximaal 100 connectieverzoeken per dag. En dan kom je thuis en dan denk je, nou, laten we het toch maar even opschroeven naar zeg maar 200. Nou, dus dat doe je dan. Dan beland je de eerste keer zeg maar in de deal. Dan neem je contact op met de LinkedIn Helpcentrum. En dan zeg je van, joh, ik zit nu sinds anderhalf jaar op LinkedIn. Ik vind het een enorm gaaf platform, maar ik kan geen connectieverzoeken meer versturen. Ja, dan zeggen ze ook open van, joh, waarschijnlijk is het ergens misgegaan in het aantal dat je hebt verstuurd. Dus doe dat de volgende keer anders. Nou, dus dat was de eerste waarschuwing. En de tweede waarschuwing was van, joh, als je dit nog een keer doet, dan word je zeg maar geband. En dan kun je verwachten dat het niet meer goed komt. Dus volgens mij heb ik nu al twee keer contact opgenomen. En ondanks mijn bereik. En ik weet zeker dat ik ook mensen aantrek om een LinkedIn-account aan te maken. Of terug te komen op LinkedIn. Heb ik niet het zeggenschap om ook te zeggen van, joh, zorg er dan ook voor dat ik terugkom. Maar om antwoord te geven op jouw vraag. En daar kan Jordi ook op toevoegen. Wij raden nu volgens mij DuckSoup standaard af voor onze klanten. En wij maken voornamelijk gebruik van Octopus. Ja. Ja, dat was inderdaad, ik had hem inderdaad al beantwoord in de chat. Dat was ook mijn suggestie. Hè. Mijn favoriet persoonlijk is WeConnect. We hebben een soort van ranking, een Notion board, waar je naam achter kan zetten wat je favoriet is. Maar ik ben daar volgens mij momenteel nog de enige die mijn naam achter WeConnect heb gezet. Want Octopus is de favoriet van de meeste growth managers volgens mij. DuckSoup is in ieder geval niet meer favoriet. Was wel waar we altijd mee werkten, maar ja, toch horen we dit soort verhalen wel vaker. Dus wees daar voorzichtig mee. Tegelijkertijd is het wel opvallend dat, nou, volgens mij heb ik 12.000 connecties en jij een kwart of zo daarvan. Maar jouw bereik is altijd veel hoger. Oftewel, het aantal connecties zegt ook niet alles als het gaat om bereik. Nee. Dus ja, dat is nog wel even een belangrijk. Er komt ondertussen trouwens een interessante vraag tussen binnen van Ronald. En dat gaat over of jij, Piet, of jullie, maar ik leg hem even bij jou voor. Of je een overkill ziet in LinkedIn automation. Ja, kijk, Ronald, bedankt voor je vraag. Ik zie wel een overkill aan LinkedIn automation inderdaad. En ik herken ook direct een geautomatiseerd bericht. Als ik die binnen zie komen, wat
Kan je ervoor zorgen hoe je dat anders, hoe kun je ervoor zorgen dat je dat anders aanpakt en eigenlijk ook onderscheidt van de rest, is dus om gebruik te maken van inbound processen, om ook gewoon een reden te hebben om die connectieverzoek te versturen. Ik weet zeker dat dit webinar een soort van hulpmiddel is voor velen. We delen insights over hoe wij dat doen, Red Panda Works, en welke slimme tools we daarvoor gebruiken. Dus dan vind ik het ook dat ik het recht heb om dat bij iemand aan te kaarten en ook te vermelden van, joh, misschien is dit een interessant webinar voor je. Want ik zie dat jullie ook webinars organiseren. Dus is dit eventueel interessant voor jou om erbij te zijn. Kijk, in een sales script, ja, dat herken je gewoon heel snel via LinkedIn. En dat zou Jordi denk ik ook nu als antwoord geven. Maar ja, direct een sales script in je eerste bericht, dat is gewoon geen goed idee. En ik kan nog wel een connectieverzoek versturen met een e-mailadres. Dus dat doe ik nog ook af en toe. En dan merk ik ook gewoon dat ik eens een keer na anderhalve maand, als ik dus ook consistent die content heb geplaatst, ook gewoon een keer een bericht stuur. En dan kom je dus eigenlijk veel minder sales over. En dan ga je eigenlijk uit van een soort van social selling strategie. Dat je content ervoor moet zorgen dat dat pakkend is en ook top of mind blijft bij jouw volgers. Ja. Mee eens, daar wil ik nog aan toevoegen. Dat ook ik wel echt zie dat er een overkill is. Ja, dat vind ik wel de juiste benaming eigenlijk ervoor. Want iedereen gebruikt van die standaard LinkedIn berichten. Wij waren daar echt wel heel snel bij toen het dat geautomatiseerd kon met scriptjes. DuckSoup was een tool waarbij je dat snel kon. Maar dat hebben we het echt over jaren geleden. En toen was de accept rate ook gewoon, nou, ik denk wel 70%, 80%. Dat haal je nu gewoon niet meer. Omdat je zeker niet met een standaard scriptje. Toen was het gewoon, hey, first name. Ik zie dat je ook actief bent in industry. Handig om alvast te connecten. Als je dat alleen nu doet, dan is je accept rate misschien een derde of zo. Dus 30% misschien. Dus dat is alweer gehalveerd ten opzichte van wat het was. Ja. Dus ja, ik zie inderdaad ook wel dat allemaal minder werkt. Wat we wel doen, en dat is meteen ook even meteen een brugje naar Mariette, als ik je vraag goed begrijp. We werken met heel veel variabelen in automations. Dus met zoveel variaties dat bijna geen bericht hetzelfde is. Met heel veel extra's, bijvoorbeeld kolommen die we aanmaken in CSV-bestand met laatste blogbericht die je dan dus noemt van, hey, ik heb je artikel titelnaam gelezen. En ja, dan maak je het alweer veel specifieker. We zijn nu zelfs aan het testen met Hyperice. En nu komt je vraag, Mariette. Maar Hyperice is dan weer een tool waarmee je dan ervoor zorgt dat je dus een afbeelding die gepersonaliseerd is inlaat in je connectieverzoek. Dus dan sta je bijvoorbeeld voor een whiteboard die leeg is. En daar staat gewoon beste first name bijvoorbeeld. Gewoon op het whiteboard met een soort van handschrift geprojecteerd daarop. Nou, dat zijn aanvullingen, een soort van variabele 2.0. Maar dat maakt het wel dat het weer even anders is. En ja, de kunst voor ons is gewoon om als growth hacking agency voorop te blijven lopen met dit soort berichten, type berichten, connectieverzoeken. Maar ook dus als jouw bericht of connectie bent, dat je dan een bericht stuurt naar je eerste graads bericht, connecties dus. En de vraag van Mariette, Pieter, die komt bij jou te liggen. Hebben jullie ervaring met videoberichten via LinkedIn inbox? Ja. Nee, ik heb nog nooit videoberichten ontvangen. Ik heb ook nog nooit videoberichten verstuurd. Dus dan leg ik eigenlijk weer de vraag terug bij jou, Jordi. Want heb jij dat wel eens gedaan? Ja, nou ja, ik moet ook zeggen dat ik dat nooit toepas. Ik weet wel dat we het... we passen wel eens videoberichten toe. 1-op-1 berichten die ook echt gepersonaliseerd zijn. Maar dat is dan niet in een... Ja, wel als je LinkedIn inbox staat er. Hè? Dus als je connectie bent wel. Maar dan gebruik ik Loom. Je zou ook Bongiorno kunnen gebruiken. Ik vind Loom een hele fijne, makkelijke tool daarbij. Die je gewoon even snel aanzet. Die maakt een videootje. Vooral voor veel zetten wij het eigenlijk in. Van, goh, ik kwam dit artikel tegen. Ik moest aan jou denken. En laten we weer eventjes bellen. Want ik ben benieuwd hoe het er bij je voor staat. En dat in plaats van alleen een berichtje. Dat gebruiken we dan wel eens met een tool als Loom. Dat doen we eigenlijk, om eerlijk te zijn, alleen in de fase waarbij ze bij ons, voor onszelf, dan heel ver zijn. Dus presentatie gehad, strategie sessie gedaan. En als hij dan een soort van in de ijskast belandt, dan gaat er een trigger af en dan moeten we een Loom berichtje sturen. Dat doen we vaker via e-mail dan dat we LinkedIn daarvoor inzetten. Dus ja, ik weet dat het wel een soort van ondergeschoven kindje is, dat we nog te weinig met die video's doen, in het algemeen, en helemaal via LinkedIn inbox. Maar ook wat jij zegt, Piet, ik zie ze eigenlijk ook nooit binnenkomen. Nee.
Top. Ik heb denk ik nou de allerlaatste vragen, Piet. En dat gaat over of... ja, toch kom ik toch weer een beetje bij het onderwerp en de titel. Kijk, je maakt nu een belofte in de titel. En de vraag is eigenlijk dan... Hoe groot moet je doelgroep zijn? En waar ik naartoe wil is dat... Kijk, B2B is het natuurlijk vaak niche. Dus werkt het ook bij een hele specifieke kleine doelgroep? Of moet je het dan breder trekken en moet je een groter onderwerp pakken? Ja, dat is een goede vraag. Hoe ik dat zou aanpakken als je echt in een niche-markt opereert... is dat je toch ook wel weer kijkt naar wat speelt er op dit moment... en hoe groot is ook de markt die ik daarvoor ga aanspreken... Als je eerdere webinars hebt georganiseerd, dan kun je natuurlijk ook die data analyseren en ook zien van hoe groot was die totale markt. En dan kun je nu ook wel een verwachting schetsen van hoe moet ik dat dan aanpakken. Ik zou dan inderdaad wel zeggen bij een specifieke markt om inderdaad een breder onderwerp aan te kaarten in plaats van dat je hem afbakent. Omdat je anders ook inderdaad gewoon een kleinere markt aanspreekt. Maar ja, dat is het ook hetzelfde met LinkedIn posting. Ik zag het ook laatst voorbij komen... van joh, ik had iemand deelde een bijdrage over het feit dat hij een post had geplaatst en die post die had 500 views. Normaal had hij ongeveer 4 à 5000 views en hij had aangegeven van joh, die post van 500 views, die had mij 5 hot leads opgeleverd. Dus wat is eigenlijk de waarde van bereik? Nou, in dit geval, wat is de waarde van veel deelnemers bij een webinar? Dat is gewoon echt wat je voor jezelf ook moet bepalen, van inderdaad heeft dat waarde van ons. Jordi, jij hebt ervaring met round-up sessies, met roundtable sessies. Dat je ook kort met elkaar overlegt van wat speelt er in de markt. En dat je met elkaar eigenlijk een soort van discussie voert. Ja, en als je dat in de massa gaat doen, dat heeft gewoon geen zin. En dat wil je ook kleinschalig doen. Ja. Dus dan ben je ook blij met z'n vijf. Want dan kan je ook echt jouw kennis en expertise delen. En volgens mij kun je dat ook alleen maar bevestigen. Ja, zeker waar. Dat is een heel goed antwoord. Kijk, we hebben die titel natuurlijk ook gewoon lekker smeuïg gemaakt. 100 plus, altijd 100 plus. Ja, dat is natuurlijk niet het ultieme doel. Hè. Het ultieme doel is, je hebt liever 10 geïnteresseerden dan 100 concurrenten of studenten, bij wijze van, als het leadgeneratie je doel is. Dus ja, het is wel een lekkere pakkende titel. Dat is ook meteen een trucje natuurlijk. Maar gebruik cijfers, gebruik een plusje. Dat converteert dan weer beter. Maar... Het doel hierbij is natuurlijk dat we gewoon onszelf op de kaart willen zetten. En dat we er gewoon voor willen zorgen dat wij meerdere touchpoints gaan creëren bij geïnteresseerden. En dat wij ook gewoon laten zien dat wij veel kennis hebben. Dat is natuurlijk het doel. Nou, dat laatste is niet altijd keihard meetbaar. Maar goed, we hebben liever een paar goede geïnteresseerde kijkers dan inderdaad die 100 plus. Oftewel, de metrics moet je goed in de gaten houden. En wat wij wel meten is, oké, wat komt daar nou uiteindelijk uit? Wat kunnen we daar nou mee? En dan inderdaad wat je zegt, een roundtable sessie. Ja, dan hebben we 5 echt geïnteresseerden die een strategie sessie ook willen. Ja. Dus dan draait het minder om aantallen, maar natuurlijk wel om de kwaliteit van de aantallen. Juist. Ja. Allerlaatste vraag van Ralf. Dat ging nog even over de Loom-video per lead. Er komt er stiekem toch nog een binnen. Eerste vraag, Ralf, is hoeveel tijd zijn we bezig met een Loom-video voor een lead? En hoe zorg je ervoor dat dit zo efficiënt mogelijk ingericht wordt? Ik ben groot fan van Loom. En het is daarbij echt uitgangspunt dat je het vastlegt en niet een hele studio-setting verwacht of zo. Dus probeer het. Je eerste keer mag misschien 1 keer overgedaan worden, maar daar gaat het niet om. Het gaat er vooral om dat er tempo in zit. En een videootje moet ook ongeveer 30 seconden duren, of max een minuut. Als je echt de inhoud ingaat, bijvoorbeeld omdat ze een presentatie gemist hebben, oké, misschien 3 minuten. Oftewel heel kort, hou het kort, hou het simpel. En ja, zo efficiënt mogelijk. Wij hebben triggers. Ik op een gegeven moment, als ze niet reageren, dan maak ik een keer zo'n Loom-videootje. En die heeft zo'n animated GIF waarin je mij dus al ziet, die ook nog gepersonaliseerd is. Dus de open rate daarvan is heel erg hoog. En Loom zorgt er gewoon voor dat dat al automatisch best wel efficiënt gaat. Want je krijgt gewoon, als je hem eenmaal opgenomen hebt, word je meteen naar een landingspagina gestuurd met daarop de link. Je hoeft echt niks te doen, alleen het linkje kopiëren en plakken in je mail of in je LinkedIn bericht, zoals Mariette zei. Dus dat zou nog wel kunnen. Heb je daar nog iets aan toe te voegen, Piet? Nee, precies. En dat in wat ook natuurlijk Loom ook aanbiedt, dat wil ik wel graag toevoegen, is natuurlijk die vormen van data die je ook kunt analyseren. Dus uiteindelijk heb je een video gestuurd, maar je kunt ook uiteindelijk ook zien
van hoe lang is die bekeken. En aan de hand van die data kun je ook weer leren. Want als je merkt dat die video te lang was, dan zie je ook snel genoeg in jouw metrics terug van joh, hij is afgehaakt. Dus de volgende keer zou ik hem misschien wel korter moeten doen. En dat kun je natuurlijk 20 keer testen en 20 keer analyseren. En dan vervolgens 30 keer op een andere manier aanpakken. Ja, ja, zeker waar. En dan allerlaatste vraag. Dit is echt de allerlaatste vraag. Is ook vooraf is of we ook campagnes hebben lopen op het webinar. En dan denk ik dat ik bedoel paid campagnes. En hebben we niet. Dus we hebben nog wel eens retargeting ingezet voor de twijfelaar. Ja. Bij deze niet, omdat het voor ons ook gewoon een middel is om de connecties die we hebben meerdere touchpoints te doen. Dus het is eigenlijk zelden een eerste touchpoint. Hè? Dus we gaan ervan uit dat ze ons al kennen. En dan is het een perfect middel, oftewel midden in de funnel, om te laten zien bij consideration fase als het ware, om te laten zien wat je allemaal kan en wat je dus in petto hebt hier als Red Panda Works zijnde. Dus nee, het is geen first touch, dus we hebben geen campagnes. Wat ik zeg, we hebben wel eens retargeting campagnes gedaan, maar ja, omdat we toch eigenlijk altijd wel op 100 plus zaten en het ook opgevolgd moet worden, hebben we het niet nodig. Dus de ads, we hebben sowieso nu geen ads lopen volgens mij. Maar nee, als we echt het willen boosten, dan kan het nodig zijn. En uitgangspunt is dat je een paar euro reserveert voor een inschrijving. Ja, dat kan. Alleen als je bereik groot genoeg is, zoals het bij ons het geval is, en je het niet als een first touch point ziet, maar echt als opvolging, ja, dan heb je het nu niet nodig. Nee. Maar eens, Piet? Ik zie je. Helemaal mee eens. Nee, ik zit nog even na te denken over onze aanpak richting inderdaad dit webinar. Ik had het daar toevallig nog over met Wendy. Wendy, even voor jullie beeldvorming, dat is een van onze growth managers. En die gaf ook richting mij aan van, joh, je zou nog eventueel conversational ads kunnen oppakken. Wat zijn conversational ads? Even voor jullie beeldvorming. Dat is een vorm van advertenties via LinkedIn. Je krijgt een bericht toegestuurd. Die vraagt je iets. En uiteindelijk als je antwoord geeft op die vraag, word je doorgestuurd naar een landingspagina. Nou ja, en dat zou in ons geval dus de landingspagina zijn van Webinar Geek. Hebben we niet getest, maar was wel aan de orde gekomen. Is ook een vorm van een push-strategie. Maar wat Jordi al zegt, qua budget technisch gezien, en ook het bereik wat we hebben, ja, dat is het gewoon niet waard. Ja, oké. En een opmerking van Alexander is genoteerd. Groot fan van Prospectin. Kennen we. We hebben elke vrijdag hebben we wat we noemen een smart sessie. Dus dan bespreken we allemaal tools die we tegengekomen zijn. En die is ook in smart voorbijgekomen. Dus we gebruiken hem niet zelf. Maar we zijn er wel aan het testen en kijken of we daar dus ook iets mee kunnen. En dat is ook onze aanpak met tools. Er zijn inderdaad zoveel tools, ook heel veel mooie tools. Dus ja, het is eigenlijk al een bijna voltijd job om gewoon al die tools überhaupt bij te houden. Dus ja, daar hebben we dan zo'n gezamenlijke sessie voor om gewoon op de hoogte te blijven. En af en toe komt er een pareltje voorbij die we dan dus eerst voor onszelf testen. En dan af en toe komt die op onze featured list. En dat betekent dat we hem ook voor klanten inzetten. Ja. Yes, alright. We zijn rond en het is ook 12:15. Dus precies die 3 kwartier die we begroot hebben, Piet. We hebben het volgens mij weer mooi voor elkaar gebokst. Dus ik ben blij met de uitkomst. En ik denk over een week of 4 misschien weer. Ja, misschien over een week of 4 weer. Eerst de kerstdagen natuurlijk, de feestdagen en het nieuwe jaar. Dus ik wil ook voor jullie de beste wensen en fijne dagen. En wat ik ook nog graag aan jullie wil meegeven is van, ik sta er altijd en wij staan er altijd voor open om mee te denken. Dus gewoon niet om mij eens een plan van aanpak voor een aankomend webinar naar mij door te sturen. Want ik vind het hartstikke leuk om mee te denken. En keep in mind, push-strategieën en LinkedIn posting, het is gewoon hartstikke belangrijk. En je haalt er gewoon superveel uit. Yes, smooth, oude salestijger. Goed gedaan. Alright, thanks allen. En tot over 4 weken dan. En inderdaad wat Pieter zegt, hele fijne dagen en tot volgend jaar. Okay, hi.